De Krijgsraad heeft het verzoek dat de auditeur militair de laatste keer gedaan had om de 8 december moorden strafzaken te beëindigen. De Krijgsraad heeft dat verzoek afgewezen en heeft vastgesteld dat de rechtszaak, in ieder geval tegen de heer Boutersen, want die stond zo net op de rol, dat die zaak gewoon voortgang kan vinden. Het is een beslissing van de rechter en we zullen dat moeten respecteren. We hebben daar geen keus. We hebben daarover gaan we niet discussiëren. Ik denk dat we dat die beslissing moeten respecteren. Had u dit verwacht? Het lag in de lijn der verwachtingen als je naar je wetboek kijkt. We hadden dit niet echt verwacht, maar het is een theoretische mogelijkheid, ja. Het afwijzen van het verzoek van de auditeur militair om de strafzaken te beëindigen, daar zijn een aantal gronden voor aangevoerd. Maar ik denk dat de meest belangrijke is, kun je kort samenvatten, dat de Krijgsraad heeft gezegd, de stand waarin de rechtszaak zich bevindt, in die stand is het niet meer de openbaar ministerie die bepaalt of een zaak wordt voortgezet. Maar in die stand van behandeling ter terechtzitting, is het de Krijgsraad, de rechter, maar in dit geval de Krijgsraad, die beslist of de zaak wordt voortgezet. En de Krijgsraad zegt dat het verzoek van de auditeur militair op geen enkele wijze aansluit of past bij het gesloten systeem van ons strafrecht. En dat daarom het verzoek niet ingewilligd kan worden. Is het inderdaad zo dat op dit moment niets en niemand anders bepaalt wat er in de zaak... Theoretisch is dat zo. Theoretisch is dat zo. Op dat punt, theoretisch heeft de Krijgsraad wel gelijk, ja. Maar waarom zegt u theoretisch? Is er omdat als je naar die overwegingen in die resolutie kijkt, die overwegingen heeft de Krijgsraad niet meegenomen. De overwegingen die het Openbaar Ministerie heeft, die de regering heeft overwogen, die overwegingen heeft de Krijgsraad niet besproken. Bijvoorbeeld het in gevaar komen, dat het kan, dat de staatsveiligheid in gevaar komt. Die overweging is zwaarwichtig en ik denk dat de Krijgsraad daar rekening mee had moeten houden. Zou de regering daarop iets kunnen doen? Nou, wat de regering kan doen en niet kan doen, daar ga ik geen oordeel over geven. Ik ben advocaat en ik behoor niet tot de executieve. Dat het 8 december moorden strafproces tegen alle verdachten gewoon wordt voortgezet. En wel op 9 februari aanstaande in de burgerzaken, waaronder dus tegen de heer Boutersen. En op, als het goed is, 17 februari tegen de verdachten in de militaire kamer. En dan respectievelijk op 9 en op 17 februari krijgt de auditeur militair de gelegenheid om zijn requisitoor te houden. Hij heeft aangegeven dat hij dat zal houden, alleen heeft uitstel gevraagd. Want eigenlijk had de Krijgsraad hem verzocht om het vandaag te houden. Maar hij heeft uitstel gevraagd, ook daar heb ik begrip voor. En ook begrip voor de beslissing van de Krijgsraad om dat toe te staan. Om op een iets later tijdstip het requisitoor te houden. Zal een strafeis? Nee, dan zullen de advocaten natuurlijk van de verdachten daarop reageren. Als er vrijspraak gevraagd wordt, dan zal hun reactie kort zijn. Als er geen vrijspraak, maar straf geëist wordt, zal hun reactie, neem ik aan, een heel stuk langer zijn. En dat alles zal de Krijgsraad ook meenemen in zijn eindoordeel. Dus het duurt nog even voordat er een eindbeslissing komt. We moeten gewoon geduld hebben. Maar de stap die nu gezet is, is in de juiste richting. Meester Kanaai, toch nog een zo'n wending zou nemen, dat in feite de president erbij. Het was in de lijn der verwachtingen. Dat dit zou gebeuren? Dat dit zou gebeuren. Ja, en u hebt wat werk nu? Iedereen heeft werk, de auditeur heeft werk, wij hebben werk als verdediging.